Dat principiële verschil, dat lossen we nu niet op. Wat is eigenlijk het probleem? Ja, met al die... Tja, het mooiste debat van het jaar. Voor mij zijn dat de algemene politieke beschouwingen. Dat was het debat waarin GroenLinks-leider Jesse Klaver plotseling tot de ontdekking kwam dat hij het helemaal niet leuk vond om een merk te zijn geworden. En waarin hij zich opeens ook fel ging verzetten tegen de zogeheten scorebordpolitiek. Iedere keer dat haantje de voorste gedrag, steeds de snelste proberen te zijn om in de media te komen, andere partijen aftroeven. Hij was er helemaal klaar mee en hij ging voortaan inhoudelijke politiek voeren. In het belang van de burger echt iets proberen te bereiken. Dan ga ik niet tegen zoiets stemmen omdat het Nederland niet beter maakt. Maar dat laat onverlet dat we dit najaar wel een inhoudelijke strijd krijgen op al die zaken die nog moeten veranderen in die begrotingen. Maar niet vanuit het idee wie gaat er winnen, oppositie, coalitie, is het Segers of Klaver die ze zin krijgt. Want ik denk dat daardoor veel te weinig dingen tot stand komen. Omdat het toch elkaar niet wordt gegund. Prachtig natuurlijk. Het zal wel tot de volgende algemene politieke beschouwingen duren voor we echt de balans op kunnen maken of die daar ook in geslaagd is. En andere partijen die datzelfde voornemen uitstraalden eveneens. Maar het is toch al mooi dat dit voornemen werd uitgesproken. En wij, kiezers, kijkers, kunnen ze daaraan gaan houden. Ja, met al die... Oei, het beste Kamerlid van het jaar. Dat wordt natuurlijk al gauw een heel subjectief oordeel. Hoewel, als ik zeg dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt al gauw in het bovenste rijtje thuis hoort, dan zullen vriend en vijand dat waarschijnlijk meteen erkennen. En waarom? Het is een Kamerlid dat van alle markten thuis is, zeer goed ingevoerd in zijn dossiers, zeer vasthoudend, met een fijne neus voor de problemen die er echt bij burgers leven en die bovendien het lef heeft om ministers, het kabinet hierop aan te spreken, ook als het de eigen coalitie, ook als het zijn eigen partij betreft. En het mooiste kwam dat misschien toch wel tot uiting in het debat over de kinderopvangtoeslagen en alle gerommel daarmee bij de Belastingdienst, de burgers die daardoor gedupeerd raakten, tienduizenden euro's soms kwijtraakten. Dat is door Omtzigt op de kaart gezet. Ja, voorzitter, daar gaat het om. Het verwijt is niet dat er de afgelopen maanden niks gedaan is. Okay. Het verwijt is, dat zeg ik maar gewoon heel eerlijk, dat ik om bepaalde stukken 4-5 keer gevraagd heb. En ik vroeg niet om e-mails. Dit waren de enige stukken die ik bij de Kamervragen vroeg en die ik tot 3 keer toevroeg. En als ik, gelooft u mij maar, ik zit zo lang in deze Kamer, als ik 3 keer stukken vraag, dan heb ik hele goede reden om te denken dat er wat in staat. Hele goeie. En dan is het niet zozeer zijn verdienste dat staatssecretaris snel moest aftreden, maar vooral dat dit probleem is aangekaart, onderkend moest worden door het kabinet en dat er een begin van een oplossing en van terugbetalingen zijn. Kijk, dat is klasse voor een Kamerlid en dat is goede politiek. Ja, met al die... De belangrijkste les van het politieke jaar 2019. Ik hou het altijd graag positief. En wat me dan dit jaar weer is opgevallen, is dat er in de politiek veel gekibbeld wordt, maar dat er ook veel tot stand gebracht wordt. En dat allerlei wensen en verlangens uit de samenleving in Nederland eigenlijk heel goed doorgeleid worden naar onze volksvertegenwoordiging. Heb jij als burger problemen met ons klimaatbeleid? Stem je op Forum voor Democratie. En zo'n partij wordt dan bij de statenverkiezingen van maart zomaar de grootste. Wil je met gele hesjes de straat op gaan? Dan hebben wij een premier die jou zelfs uitnodigt in het torentje voor een nader gesprek. Goedemiddag. 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 Zo, ik denk dat dat het van is. Hè. Dan gaan we lekker zitten. Vind je het lastig hoe wij met asielzoekers omgaan? Dan organiseer je een kerkasiel. En op zeker moment ontstaat er dan toch weer, door een omslag in het denken bij politieke partijen,
Een zogeheten kinderpardon. Ja, het is ongelooflijk. Ik geloof het eigenlijk zelf ook nog niet. Het is, voelt nog onwerkelijk, maar ik ben echt gewoon heel blij en dankbaar. En nog een laatste voorbeeld. De Groningers mogen dan jarenlang geslachtofferd zijn op het altaar van de welvaart en de gaswinning. Op zeker moment komt er toch weer een omslagpunt. Wordt hun leed erkend, gaat de gaskraan dicht en komt er zelfs een parlementaire enquête naar de ontwikkelingen rond de gaswinning. Nou kijk, ik heb vorig jaar maart afgesproken niet alleen dat de gaswinning beëindigd zou worden en heel snel naar beneden zou gaan, maar dat ik ook dat ik zou blijven zoeken naar mogelijkheden om nog veel sneller te doen. Dus toen hing het jaartal 2030 in de lucht en inmiddels zitten we op 2022 in een gemiddeld gasjaar. En dat betekent ook dat we al volgend jaar beneden de 12 miljard kuub komen. Daarom, al met al, laten we nou niet cynisch en al te kritisch doen over onze democratie en onze rechtsstaat. Want die functioneren in Nederland best goed. Geluiden uit de samenleving komen goed terecht in onze volksvertegenwoordiging. En ik verwacht dat dat ook in het jaar 2020 weer het geval zal zijn. Over 2020 gesproken. In dat jaar wil ik aan het eind van elke maand een terugblik gaan geven op de politieke gebeurtenissen hier in Den Haag. Wil je dat volgen en meemaken? Abonneer je dan op dit kanaal.